Staan bij Kevin Hulsman, sportdirecteur van Home Solutions. Ja, wat staat er hier voor het gebeuren vandaag? Buiskampioenschap U23 in Berchem. Ja, je hebt een van de grootste ploegen, denk ik, uitgebreidste ploegen. Dus daar zijn kandidaten bij jou die toch kunnen schitteren vandaag. Ja, ik denk dat we één van de ploegen zijn die het meeste aantal vertrekkers heeft aan de start. Ik dacht 18 dat we hadden. En natuurlijk ja, zijn er toch wel een paar bij die ja, afgelopen weken bewezen hebben dat ze klaar zijn met het kampioenschap. Waar wacht je op of wat verwacht je van deze wedstrijd? Een sprint of een groepje weg? Dat is heel moeilijk te zeggen, want uiteindelijk de weersomstandigheden kunnen nog hard veranderen namiddag. Ze geven ook wel een beetje regen, dus je hebt wel een paar punten die wel wat best wel gevaarlijk, die moeilijker zijn om door te komen. De wind is aan het opkomen, dus ik hoop niet op een sprint, laten we het zo zeggen. Je hebt nogthans een sprint in huis. Ja, we hebben een paar sprinters in huis, maar ik ga proberen eerst met de ploeg de koers hard maken. De koers hard maken en dan kijken in het finale wie dat er eigenlijk nog aanwezig is. Wie schuif jij naar voren? Ik denk Vivé is iemand die de kandidaat is. Bomboy, Getsiebe de Weert. Ik denk dat we een man of 5-6 die afgelopen weken effectief ook gewonnen hebben. Dat die wel ietsjes boven de rest uitsteekt en dan wel kijken wat die in de finale gaan brengen. Waar gebeurt de beslissing op het parcours? Ik vermoed eigenlijk de laatste kilometers. Omdat de laatste kilometers loopt dan ook zo een goed bergje naar boven en dan rijden we daar rond punt. Ja, als je daar wel voorsprong neemt, is het eigenlijk redelijk afdaling naar de aankomst. Dus ik denk wel dat daar eigenlijk de echte beslissing gaat vallen. Een vraagje buiten dit kampioenschap. Wat is er van Senne? Hoe zegt u? Wat is er van Senne? Senne zit nu in Frankrijk. Twee dagen aan het rijden daar. Gisteren had hem goed gereden. Vandaag tijdrit was ça va. En dan namiddag nog een etappe. Er zit muziek in, toch, dacht ik? Hij rijdt goed, dus laat hem zomaar doen. Oké. Vierde papa. Absoluut.